Oké, dus op dit moment is de camper volledig leeg. Dus ik dacht, ik maak daar even gebruik van om nog een paar beelden te maken ervan. Dus op de grond heb ik nu vinyl gelegd. Daar kruilt nog een beetje op. Ik moet nog een klein beetje inkorten. Daar zit een deel van het frame die naar voren komt. Dat is ook hetgeen dat je hier ziet. Dus dat zwart is blinkend materiaal. Geïsoleerd, dat zie je hier. Geluidswering en dan gewoon een zwarte afwerking. Dat zijn van die dunne cardboard meubelplaten. Normaal zie je... Dus dat is gewoon voor de afwerking. Hier achter die meubelplaat zit zo een houten frame waar dat ook op gevezen is. Dat zijn vijzen met afwerkingstopjes op. Hetgeen dat je daar ziet, dat zijn lussen voor de bagage. Die waren er al voorzien. In de vloer waren er ook lussen. Die heb ik nog niet teruggeplaatst. Die zal ik misschien nog terugplaatsen. Die lussen heb ik wel laten zitten. Maar dus daar zitten er ook een aantal van die lussen. Voor de rest is hier aan de wielkast heb ik nu ook geïsoleerd. Dat is vergelijkbaar. Alleen is de andere kant zilver. En is het geen geluidsisolatie, maar van die goedkope ondervloer. Dat ligt hier ook. De vloer is ook van die moesten. Dan 18 mm OSB platen. Daar zie je die plaat een beetje. Dat is de berging, dat is niet super mooi afgewerkt. En daar bovenop dus die vinyl. Daar zie je ook nog van die haken. Dat zijn oorspronkelijke haken. Die uitspaat, dus die rail, dat is een balk van 46 op 46 mm ongeveer. Die is daar en loopt helemaal door tot daar. Is daar ook vastgemaakt. Met die haken. Dus die lussen voor bagages die waren er al. Maar ik heb wel die bouten hier vervangen omdat ze nu dus een pak langer moeten zijn. Hierachter zijn plaatjes gelast met een draadeind in voorzien. Dus die kan je daar bevestigen. Ik heb daar gebruik van gemaakt. En eigenlijk daartegen komt dan het meubilair. En die uitsparing hier, deze bijvoorbeeld, is voor een van de balken van het meubilair. Hier ook een uitsparing voor de balk van het meubilair. Aan de andere kant heb ik dat gelijkaardig gedaan. Dus daar loopt ook zo'n rail met die uitsparingen. Pardon. En dan de gedachte is eigenlijk... Ja, hier bovenaan heb ik ook wat geïsoleerd. Die zwarte isolatie was op, maar ik heb nog van die andere benut. Ik ga trouwens ook nog een stuk van dat wit gebruiken. Om voor de vooruit te leggen, om de zon buiten te houden. Die rol dat was 25 vierkante meter voor 4 euro. Dat was een pak goedkoper dan dat zwart materiaal. Maar het zal ook niet zo geluiddempend zijn.